Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietbeelden van vanochtend en het begin van de middag kunnen we zien dat er wat van die witte wolkenplukken over het land rokken. Dat waren behoorlijk intensieve buien. Inmiddels is het flink aan het opklaren vanuit het zuidwesten. De zon is dus goed doorgebroken. En de rest van de middag blijft het waarschijnlijk ook gewoon droog op de meeste plaatsen. De buien die over het land zijn getrokken kunnen we ook goed zien op de radarbeelden. Er zaten echt pittige buien bij. Met name bijvoorbeeld in het zuidwesten van Friesland is op een aantal plekken 20 mm regen gevallen. Dat is een behoorlijke slok water. Maar ja, nog steeds hebben we te maken wel met droogte op de meeste plaatsen. En zelfs 20 mm brengt het neerslagtekort nog niet substantieel naar beneden. Droogte houdt dus nog wel even aan. Vanavond is het sowieso overal droog. Er zijn dus brede opklaringen. Halverwege de avond is het nog 20 graden of iets meer op de meeste plaatsen. De westelijke wind die wordt geleidelijk aan zwak of matig kracht 2 tot 3. De komende nacht, dan hebben we een afwisseling van opklaringen en wat wolken. De opklaringen hebben over het algemeen wel de overhand. De wind wordt zwak en veranderlijk van richting en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 16 tot 12 graden. In het noordoosten van het land kunnen een paar misbanken ontstaan. Morgen overdag lossen die mistbanken dan al vlot op, en voor de rest is er dan geregeld zonneschijn. In de loop van de dag ontstaan er ook stapelwolken. En vooral in het zuidoosten, misschien ook in het oosten van het land, kan een enkele regen- of onweersbuiten tot ontwikkeling komen: tot 24 graden in het noordwesten, tot 29 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak of matig, eerst nog uit het zuidwesten tot westen, maar draait in de loop van de dag geleidelijk naar het noordwesten tot noorden. Ja en dan de dagen daarna op donderdag, vrijdag en zaterdag gaat de zon steeds meer schijnen. Vooral vrijdag wordt een zonovergoten dag. En we zien ook dat de temperatuur weer flink nog verder omhoog gaat. Met name de vrijdag wordt echt weer een hete dag, net onder de 30 graden aan de kust tot 34 graden, mijn liefste weer in het zuidoosten van het land. De wind is overwegend matig uit de oostelijke richting, maar aan het strand kan een verkoelende zeewind opsteken. Ja, kijken we dan nog even naar de 15-daagse verwachting. En dan zien we dus die hoge temperaturen weer op de donderdag, vrijdag en zaterdag. De dagen daarna wordt de weersverwachting enigszins onzeker, maar over het algemeen lijkt het erop dat de temperatuur een paar graden minder hoog uitkomt. De nachten zijn over het algemeen niet zo hoog en zwoel als dat we de afgelopen week hebben gezien. Minimaal liggen over het algemeen zo tussen de 15 en 17 graden. En wat de neerslagkansen betreft, ja, die blijven maar laag de komende tijd. In de loop van volgende week zien we dat de blauwe staafjes een klein beetje boven de nul uitkomen. Dus er zou een enkele bui kunnen vallen her en der. Maar het zet echt geen zoden nog aan de dijk. Ik ben Wen Langkamp van Weerplaza.